IBIS Communication Awards zijn eigenlijk de tweejaarlijkse prijzen, awards, die worden uitgereikt aan de professionals in de corporate communicatie. De doelstelling is om net die waardevolle corporate communicatie initiatieven te valoriseren die dagelijks plaatsvinden in ons métier en ook om de sector en de professionele familie van corporate communicatie ook aan credibiliteit te doen winnen. De winnaar van de IBIS Awards 2015 in de categorie Corporate Communication, Public Affairs en Corporate Social Responsibility is Infrabel met de campagne Tres Passen. Ik wil bij deze even alle collega's bedanken die super, super hard gewerkt hebben, heel veel stress hebben gehad om deze campagne tot een goed einde te brengen. Ja, dat is super. Ik ben er zelf nog nooit meegemaakt, dus het is echt een heel leuke avond. Infrabel heeft terecht de Award voor Corporate Communicatie campagne gewonnen, omdat ze enerzijds een topic behandelden die hun core activiteit, namelijk veiligheid en steptijd, behandelde. Gekoppeld eigenlijk aan een maatschappelijk thema zoals spooroversteken, maar ook het moeilijke thema van zelfdoding. Dus een eigenlijk fantastische campagne. Ik denk dat het voor Infrabel heel, heel belangrijk is. Het is ook een onderwerp dat ons heel nauw aan het hart ligt. Veiligheid en dan zeker mensen die op de sporen lopen. En het is voor ons een erkenning van communicatiespecialisten dat we in de goede richting zitten, dat we goed bezig zijn. Dus ja, we vinden dat echt wel echt bijzonder. La marque de fabrique d'Infrabel, c'est une volonté très très forte de faire avancer les choses. Et donc je voudrais dédier ce prix aux 12 000 collaborateurs d'Infrabel pour leur volonté au quotidien d'améliorer les choses.